Je hoort heel vaak van de hooligans komen uit alle lagen van de bevolking en er lopen zwervers en bankdirecteuren. Ja, het gaat er bij mij niet in. Jezus! Er is maar één club en dat is van Feyenoord. En wat daarmee gebeurt, het maakt niet uit. Je blijft van Feyenoord. Al gaan we op een ander niveau, al zitten we onderaan in de competitie, al gaat het slecht, je staat achter je club. Fuck S, bleef altijd bij de les. Feyenoord Rotterdam. Waarom ben je verbonden voor? Ik denk dat wij toch wel een beetje, ja, dat is ook alweer bewezen keer op keer ook natuurlijk, weet je, toen wij toch wel meer een eenheid zijn dan welke supportersgroep in heel Nederland dan ook. Ik geloof dat het bij ons ondenkbaar al geweest is wat er met Picorni is gebeurd, dat is diep triest. Maar ik denk dat de jongens die daar zijn, vrienden die daarbij zijn geweest, tot die maar eens goed in de spiegel moeten kijken. Het had andersom ook gekund. Het had ook een van onze jongens kunnen zijn op dat moment. Hè? Die kantje boord ligt. Of die het gewoon niet redt. Kan niet. Kan niet. Ik heb niet echt moeite om te doen of zo, weet je wel. Iemand letsel toe te brengen. Vaak genoeg gedaan. Ik heb in de afgelopen jaren 10, 20, misschien wel 30.000 euro aan boetes betaald. Alleen maar omdat we overal naartoe gingen zonder geld. En ja, alles deden zonder geld. En dan krijg je later wel eens een rekeningetje. Als je doelt op de echte harde kern waar ook de boeken over uitgebracht zijn en zo. Ja, daar kom je mee in aanraking, die leer je kennen en dan leer je dat ze ook gewoon echt helemaal voetbalgek zijn. Het is dit echt puur het rellen. Ja, 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 ja. Wat een kankerlof is het. Het is toch een kankerlof of niet? Niet te geloven, wat een kankergek. Dit is de hoelingenfoto van vroeger nog. Wij waren de baas. Weet je, we deden gewoon wat we wouden. En, ja, dat liep altijd op ellende uit. Ja. De echte mannen die vooraan staan.